Ik werk bij Airbus. Airbus bouwt vliegtuigen. De kleine vliegtuigen waarbij bij EasyJet in zit. Dat noemen we single-aisle vliegtuigen, waar je dus zeg maar één gangpad hebt. Dan heb je A330. Dat zijn vliegtuigen met twee gangpaden, dus twin-aisle of long-range, omdat ze verder kunnen vliegen. En dan natuurlijk de befaamde A380, het vliegtuig wat geluidloos door de lucht zweeft. Mijn connectie met Björn is dat hij mijn stagebegeleider is binnen Airbus. Hij heeft mij door het project heen geleid, hij heeft mij het bedrijf laten zien. En hij is ook het contact zeg maar, voor de Inholland studenten om daar eventueel een afstudeerstage of een derdejaarsstage te gaan doen. En als je nu een prioriteitenlijst zou moeten maken, wat zou je dan aanbevelen om als eerste te doen en daarna? Als eerste sowieso die stringen doen. Ik ben begonnen als afstudeerder hier bij Inholland. Ben afgestudeerd op de A380 Vertical Tailplane. Daar heb ik een tolerantieanalyse voor gedaan. En die tolerantieanalyse is gebruikt om het station daarna efficiënter te maken. En dat vonden ze bij Airbus zo leuk en zo goed dat ze hebben gevraagd of ik dat wilde voortzetten eigenlijk. En daarom heb ik een vast contract aangeboden gekregen. Nu is het zo dat dat bijna 50% van de totale tolerantieketting bevat. Vandaag hadden we een postpresentatie. Hierbij kun je ideeën uitwisselen met andere studenten over je afstudeeropdracht, wat je gedaan hebt. En docenten kunnen komen kijken, vragen stellen, geïnteresseerden. Ook is het zo dat verschillende engineeringbedrijven langskomen die je eventueel een baan zouden kunnen aanbieden. De dingen die ik nog uit de opleiding gebruik eigenlijk, dat zijn niet de standaard technische dingen. Dat zijn eerder de vakken als communicatie, projectmanagement, de ervaring die je opdoet met projecten en zeg maar dat wat je aan de technische kant leert in de praktijk brengen. Wat ik het allerleukst vind aan mijn werk is dat Airbus een heel internationaal gericht bedrijf is. En dat niemand er raar van opkijkt als je zegt, joh, ik moet naar Frankrijk of ik moet naar Spanje of ik moet naar China. En ik zie mijn toekomst bij Airbus in de rol als projectmanager op internationaal niveau. Waar ik Airbus op mijn vakgebied probeer verder te helpen met het optimaliseren, het analyseren en het verbeteren van productieprocessen.